Hoi hoi, een hele goede morgen. Ik ben Joyce Tresor. Van harte welkom op mijn kanaal. Ik ben bezig met het 100 dagen project en vandaag ga ik er weer mee verder. Ik had iets heel leuks gezien op Pinterest. Ik laat je plaatje hier eventjes zien opzij. Een leuke label of misschien is het een pagina voor in een planner met daarop ronde pockets. Nou, hoe leuk is dat? En wat je ervoor nodig hebt is eigenlijk alleen maar cirkelsnijder of of wat ik heb gebruikt. Een stansenset met twee verschillende maten, dus eentje iets groter dan de ander. En daar gaan we dus cirkels mee uitsnijden en ik heb dat alvast voorbereid. Ik ga vier pockets maken, dus ik heb vier van deze kleine cirkels nodig. Daar heb ik vier van uitgestanst. Hier heb ik gewoon designpapier gebruikt en hier heb ik ons mooi bestempelde masterboard voor gebruikt. En ik heb zes grotere nodig. Dus dit zijn cirkels die we uit het designpapier masterboard die we samen gemaakt hebben. Een gewone kraft en nog twee uit gewoon designpapier. Hier van die grote ga ik twee door de midden snijden. En ik denk dat ik eentje met designpapier ga door de midden snijden. Deze. Of met ons masterboard designpapier en één gewone. Dan kan ik nog wat meer op versieren. Deze die blijven heel. Dat worden de onderkanten. Mijn cirkels die zijn 9,2 centimeter. Dus ik ga proberen ze op 4,6 door te snijden. Dan zit je mooi in het midden. Dat is natuurlijk wel lastig. Omdat die lijnen niet doorlopen. Maar dat zal ongeveer hier zo moeten zijn. En als het niet helemaal door de midden is. Oh, ik ben niet in beeld. Sorry. Helemaal niet helemaal exact door het midden. Dan is dat niet zo heel erg. Alleen als je ze onder elkaar gaat gebruiken. Zoals op het plaatje. Dan wel. Of dan wel. Dan maakt het iets meer uit. Omdat je dan natuurlijk dat ziet. Maar hier is ongeveer in het midden, denk ik. Nou, niet helemaal zoals je ziet. Ga ik bij deze iets beter proberen. Zie je, het scheelt net 4 mm. Maar dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Even kijken, hoe ga ik dat dan beter doen? Ik denk dat ik bij deze op deze lijn. Dat is wel weer boffen. Welke lijn was het nou? Die. Dat is natuurlijk wel weer luxe van dit printje. Dat is een boef. Dat streepje daar toevallig liep. Wat ik verder nog nodig heb is een notch punch of een notch punch moet ik zeggen. Of een, hoe heet dat? Een cirkelpons. Ik zit te twijfelen of ik maar, ik heb er maar twee. Klein cirkeltje of de grotere, welke mooier zou zijn. Maar ik kan natuurlijk eerst met de kleinere kijken hoe het eruit ziet. En dan altijd nog een grotere eroverheen doen. Zit ik ongeveer in het midden? Ja, ik denk het wel. Nou, ik denk dat die grotere wel mag. Ja, ik ga voor de grotere. Ja, dat is leuker, denk ik. Dat ga ik bij allemaal doen. Proberen ongeveer op de zelfde hoogte. En deze ook. Nou had ik al mijn cirkels al mooi met distress inkt bewerkt, maar nu de gesneden kant is natuurlijk nog niet beïnkt, dus dat ga ik nog even doen. Als je natuurlijk niet in vintage werkt, dan hoeft dit niet, hè? Ik ben daar nu steeds een beetje in het vintage stijltje bezig. Of in ieder geval richting het vintage. Want het is niet echt vintage. Maar dus ik vind dat er leuk bij, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Nou, en dan is het verder heel simpel, want dan kies je dus een cirkel uit als achtergrond.
En dan kan je dus kiezen of je jouw halve cirkel daar aan de linkerkant of aan de rechterkant opplakt. Dat maakt natuurlijk uit aan welke kant je erin kan schuiven. Nou heeft deze tekst, dus die moet sowieso wel aan die kant. En aan die kant. En deze heeft geen tekst, die gaat denk ik hier. En dan doe je dus heel simpel je lijm. Zo'n klein puntje is wel makkelijk, want je wil zo smal mogelijk langs de rand van het ronde wil je wat lijm doen. Want dan blijft de inhoud van je pocket het grootst. Dus een smal randje. En die plak je dan bovenop die andere cirkel. Even goed laten drogen, want als je te snel je inhoud, dus die kleinere cirkel erin stopt, dan heb je kans dat die eraan vastplakt. Dus laat hem eerst even drogen. Als je dus een designpapiertje erop hebt met lijnen, of in dit geval stippen in één lijn, dan kan je die een beetje als gids gebruiken dat die mooi rechter op komt. En deze nog. Ik schrijf hem opzij terug. Zo, en dan wordt het dan, even kijken hoor, die vlinder vind ik wel leuk als die daarin komt, want dan zie je hem tenminste. Hier eentje met het jongetje. Die, en deze is wat, eigenlijk is deze een beetje jammer, want die heeft dezelfde kleur. Oh, ik kan hem nog omdraaien. Want kijk, dit is hetzelfde printje als daar. Maar ik heb nou eenmaal die pocket, dus ik kan dit ook niet omruilen, want ik wil graag die vlinder zien. Dus ik ga maar gewoon met de achterkant. Die moet ik nog even wel beinkten. En dan is het leuk om natuurlijk je kaart en eventueel je pocket ook nog verder te versieren. Dus dat ga ik zo nog even doen. En wat ik wel leuk vind en het wat extra geeft, is een iets van een tapje of een dingetje hier aan te maken. En ik wilde dat doen met deze stansjes. Die zaten bij een setje wat ik heb. Maar dat kan van alles zijn. Je kan ook een leuke tap erop doen. Of alleen een gaatje. Maar ik wilde graag deze gebruiken. En daar dan een eyelidje in doen. Dus dat ga ik nu even doen. En dan had ik bedacht om dat zwarte garen, dat zwarte touw, wat ik al meer gebruikt heb in mijn project, om die daar dan doorheen te halen. En dat je dus aan dat touwtje of je tapje je kaartje eruit kan halen. Oh, en ik zou deze kant gebruiken, hè? Ben me er ook eentje. Even kijken. Hier moet het gaatje komen. Eyeletje erin. En daar dan een stukje touw doorheen. Die grote klos.
mega lang te zijn. Zo. Nou, gaat best wel stroef. Wat je zou kunnen doen, als je dat ook hebt, doe ik meestal, dan doe ik er mijn vouwbeen in. En dan ga ik voorzichtig eigenlijk een beetje het papier stretchen. Dus dat je iets meer ruimte creëert. Niet te hard duwen, want dan duw je natuurlijk gewoon je lijm weer kapot. En meestal gaat het daarna beter. Ja, kijk. En dan kan die er mooi in. Dus als je dat een keertje hebt, dat je je pocket dus zo strak dichtgeplakt hebt eigenlijk. Dan kan je dus met je vouwbeen, dus ik hou altijd dan wel waar ik gelijmd heb even tegen. Dat je ook niet te ver doorschiet. En dan ja, soort van stretchen het papier. Net als bij rillen eigenlijk, hè, dan doen we dat ook. Dan stretchen we het papier een beetje. Waardoor er een tikje meer ruimte komt om het papier te kunnen vouwen bij het rillen. Natuurlijk, dat is het doel daarvan. Maar bij het openen van je pocket, dus het een beetje ruimte geven, kan je dat dus ook doen. En dan lukt dat op die manier beter om je pocket of je label in je pocket te steken. Nou had ik ook nog in mijn hoofd, maar ik weet niet of het een goed idee is. Want ik dacht dat het wel leuk was om ter decoratie hier die grappige pinnetjes te doen. Maar ik denk eigenlijk dat ik daar te weinig ruimte voor had. Om daar en daar zo'n pinnetje te doen. Ik had dat eigenlijk moeten doen voordat ik de pocket erop plakte. Dus dat het zeg maar nog een enkel papiertje was. Want als ik het nu doe, dan gaat het door die lagen heen. En dan maak ik dus eigenlijk de ruimte van mijn pocket te klein. Het is een beetje jammer dat ik dat nou pas te laat bedenk. Maar goed, daar lossen we wel op. Ook zonder die dingen is het een leuk projectje. Ik ga de andere op dezelfde manier eventjes ook maken. Dus dat die dingetjes eraan voor met het touwtje. En nog een klein beetje versieren. En dan kom ik straks bij je terug om te laten zien hoe ze geworden zijn. Tot zo! Nou, hier ben ik weer terug. Met mijn vier pockets helemaal klaar. Ik heb ze versierd met de cijferstrips die we al eerder samen gemaakt hebben. Bij twee heb ik de mini Polaroid framepjes gebruikt om te versieren. Ook heb ik twee keer zo'n bloemetje die we ook al eerder gemaakt hebben gebruikt. En natuurlijk uit mijn grote voorraad stempeltjes. Daarmee heb ik alles eigenlijk versierd. Heel simpel. Een beetje plakken. Je hebt het al lekker klaar liggen. Dus dat is super fijn. Hier heb ik Polaroid dus opgebruikt op de kaart. En die kan dus hier mooi in. Ik dacht wel grappig, zo'n bloemetje er nog erbij. En geprobeerd om dan steeds wat ik hier vond, daar ook weer terug te laten komen. Bij deze was dat natuurlijk andersom. Hè? Dus ik keek naar de kleuren hier en daar terug laten komen. Ik vond er weinig met bordeaux rood. Dus daarom heb ik hier voor een bordeaux rode gekozen. En ik dacht, nou hier heb ik ook met bordeaux rood gestempeld. Dus ik vond dat ik daarom wel kon. Dus deze vind ik zelf het leukst geworden. Dan deze, hier een beetje roze gestempeld. Dus ik dacht, ik ga voor een roze etiket erop. En verder een beetje in de bruine neutraal tinten. En hiervan heb ik natuurlijk niet meer kleur. Dus ik heb daar ook zoveel mogelijk neutraal gebruikt. Hier alleen een beetje wat roze rode en hier wat rode kleur terug laten komen. En zo vind ik het eigenlijk heel erg leuk geworden. En dan hadden we dat grote boek. En dan had ik hierboven... Even een beetje plaats maken. Op deze flap. Blijf wat rommel aanhangen. Hadden we die flap gemaakt. En hier is nog ruimte. En volgens mij moet daar een van deze labels komen. Ik weet nog niet welke. Even kijken naar het geheel. Wat het leukst zou staan. Ik vind hier het contrast mooi met de achtergrond. Dus deze zou, denk ik... Ja, deze vallen allemaal een beetje weg. En deze heeft het meest contrast in de achtergrond. Die rode kleur komt weer terug hier in de reinforcer en in de achtergrond natuurlijk.
Dus ik denk dat deze het mooiste is. En dan kan je die natuurlijk zo erop plakken. Maar het lijkt me leuk om deze ook langs één kant op te plakken. Zodat er hier nog ruimte is om eventueel wat tussen te steken. Ik heb er nu nog niks voor. Maar dat die optie er in ieder geval is. Dus dat het eigenlijk opgeplakt wordt. De pocket wordt opgeplakt als een pocket. Dus dan is die hier gevuld met mijn cirkel. En hier kunnen dan eventueel nog iets anders. Een klein labeltje of zo. Dus dat ga ik maar gelijk doen. En dan was dat hierbij dus weer het einde van de video. Met een nieuwe dag gevuld van de 100 dagen. We zijn al lekker op weg. Ik had niet gedacht dat ik zo ver zou komen. En ik heb het ook nog steeds ontzettend naar mijn zin. Dat komt mede door al jullie enthousiasme. Dat is natuurlijk wel echt superleuk. Dat had ik helemaal niet verwacht. Echt heel erg gaaf. Maar dat maakt dus wel dat ik het kan volhouden. En dat vind ik echt, daar ben ik jullie heel erg dankbaar voor. Dus ik hoop dat we nog lekker tot aan 100 dagen in ieder geval lekker samen verder kunnen gaan. En nou hoop ik natuurlijk heel erg dat jullie daarna ook blijven. Maar tot zover alvast heel heel erg bedankt voor alle leuke reacties en het enthousiaste meedoen. En ik vind het super leuk om te lezen dat er ook heel veel mensen dingetjes uit leren. En lekker met hun spulletjes die ze in huis hebben aan de slag kunnen. Want wat is er leuker? Kopen is leuk, maar het gebruiken is natuurlijk ook hartstikke leuk. Heel erg bedankt, ook weer voor het kijken. Laat me weer weten in de reactie wat je van dit ideetje vond. En tot de volgende keer. Doei doei!